De kraker van speeldag 3 in de Top League korfbalcompetitie vond op zondag plaats. In het Boekenberg Sportcentrum stonden Royal Scaldis en de thuisploeg Boekenberg tegenover elkaar. De thuisploeg wilde deze wedstrijd na het verlies van de afgelopen speeldag op Borgerhout Groen-Wit absoluut winnend afsluiten. Bij verlies en een bijhorende 2-6 zou dat een topfavoriet onwaardig zijn. Scaldis behaalde voor aanvang van deze wedstrijd een 4-4 en kon de kat uit de boom kijken. Zoals verwacht gingen de Panthers stevig van start en werd het een faire en aangename wedstrijd op Boekenberg. Goed korfbal, ambiance bij beide supportersklans en een verdiende winnaar aan het einde van deze wedstrijd. Boekenberg won met 25-22 en hijst zich zo naast Scaldis in het algemeen klassement. Wij hebben voor u de hoogtepunten samengevat. Herbeleef de wedstrijd Boekenberg Royal Scaldis met winnaar Boekenberg 25-22. Topwedstrijd winnen is altijd leuk en het is aan thuis, die moet je toch proberen om allemaal winnend af te sluiten, om niet echt onder druk te komen. Dus er zat wel spanning op en ja, nu ook, het is een Korfbal League en hoe gaan we het eigenlijk doen tegen die andere topteams. En vorige week was niet zo goed en nu ben ik daar van de uitslag dan, van de 2 punten wel ongelooflijk tevreden. Ik denk dat het een goede wedstrijd was, maar dat bij ons de eerste helft het geloof om te winnen op Boekenberg was te klein. De tweede helft hebben we dat stukken beter gedaan. We hebben ook harder gaan werken in duels, maar de eerste helft was te slap. Een goede wedstrijd. Ik vond ons in het begin eigenlijk een beetje wat tam. We liepen achter de feiten. Dan Boekenberg was veel gretiger dan ons, vond ik in het begin. Ze gooien dan ook heel mooi, een hoog percentage binnen tegenover vorige week. Nick Jansen zien in de eerste time die dat er heel goed in gooit. Matty gooit ook heel veel binnen. En bij ons, ja, de kansen die we creëerden, die gingen we niet binnen. En dan loop je achter de feiten aan. Ja, ik denk het wel. Ik denk niet alleen bij onze 8 of bij onze 16 spelers. Ik denk dat voor heel de club Boekenberg dat enorm belangrijk was dat we vandaag een duidelijk signaal gaven. En dat hebben we zeker gedaan. We zijn heel veel kwaliteit verloren met 4 basisspelers, 4 spelers die nationale ploeg altijd basis staan. En dat is heel moeilijk op te vangen, maar je ziet vandaag dat de 4 vervangers het perfect hebben gedaan. En we hebben alles op het einde goed recht getrokken. Thank you.
ondertussen wij hier aan het praten zijn, is een vervelend iemand op de achtergrond aan het roepen. Moet je hem misschien bedanken? Ik denk het wel. Ik denk dat, heel veel mensen daarvoor misschien soms een beetje, onderschatten qua werklust en qua wat hij moet doen voor een ploeg. En voor mij bijvoorbeeld. Ik ben een pure spits. En toch zet zijn ego direct opzij, gaat voor mij een heel match rebounden. Dat vind ik gewoon schitterend. Zeker als je daarvoor een beetje kent, dat altijd wel een beetje kikt op aandacht. Maar ik vind het gewoon een super ploegmaat.